Wat is nu een aerostuur? Ik heb hier een 3T aerostuur. Het is niet alleen een kleine frontaal oppervlak, maar hij loopt ook echt een beetje af. Dus dat is niet raar op de video. Het is echt zo, zeg maar. Dus het stuur wordt er echt wat lager. Hier is het gewoon normaal, want dan moet ik de grip hebben op de stuurpen. Maar hier is het echt smaller, kleine frontaal oppervlak. Gaat het minuten schelen op een rondje van 50 kilometer? Ik denk het niet. Maar het is wel mooi. Aerodynamisch en ja, het heeft wel iets voordeel, maar het zijn natuurlijk allemaal maar seconden. Maar goed, dat is natuurlijk maar alles, hè. Carbon. Betere onderdelen, het is allemaal maar secondenwerk. Maar uiteindelijk, als je een goede fiets hebt, scheelt het natuurlijk wel. Dit is het traditionele stuur. Dan weliswaar met een beetje ergonomische vormgeving. Daardoor wordt hij ook iets smaller. Is ook erg prettig, maar ja, die aerostuur, dat is nou echt helemaal in. Je ziet bijna op iedere fiets. En wel altijd in twee delen. Daar ben ik toch altijd wel het meest gecharmeerd van. Vroeger niet zo, maar tegenwoordig ja. Je ziet ook bijna alle profs bijvoorbeeld altijd met stuurpen en sturen. Bijna nooit met een, zeg maar, een stuur uit één geheel. Dat heeft natuurlijk ook te maken met sponsors. Maar ook gewoon omdat ze dat gewend zijn, dat vinden ze prettig. En dat vind ik zelf eigenlijk ook wel het fijnste. Dus dat over het aerostuur. Mocht je er alles over willen weten en de types en merken met elkaar vergeleken, heb ik een tabel gemaakt en daar zie je ze gewoon staan naast elkaar. En mocht je deze video zien op YouTube, zal ik die link van die tabel even onder de video zetten. Bedankt, hopelijk uit je iets aan. En ik zie je de volgende keer.